Pa. En nu nou, gaan we het eindelijk eens gezellig hebben deze kerst. Pa. Vaders met sneeuw in de kozijnen, waar nu opeens allemaal treinen rijden. Het huis moet komen met de stal in de schuur. Schat is de oven op temperatuur en de melk moet gedrukt. Ja. En de tafel gedekt. Doe het zelf. En het rendier in de voortuin, we moeten nog worden gecheckt. Doe normaal, man. Wat fijn dat je er bent. Even weg uit Amsterdam. Zeker nu het uit is, even lekker met de fam. Man, ik sta nu bij dat rendier, maar op dat klopje ik ook trillen. Door alleen maar een vaag soort gedrop. Volgens mij is dat ding gewoon stil. Dan moet je even wachten, want dat beest dat warmt nu op. En straks knippert hij in alle kleuren. Dat is helemaal top. Ja, echt top, man. Zoete aardappelfrietjes. Liever kan jij ook een schortje opdoen. Ik loop maar te vluchten hier met die kokom. Wat zijn we lekker uit. Nou ja, we zijn gewoon thuis. Het voelt gewoon als uit. Ah ja, maar dan thuis. Nalek warme choco op de bank, want die film komt op tv. Nou, ga ik maar boven denken. Nou, doe toch gezellig mee. Want het is kerstmis van de aangebrande varkenshaas en gore rode wijn dat je toen vroeg, mag het anders Big Mac dan ons zijn. We droven naar de drive en aan een Big Mac menu begon ik aan jouw lijf. In die wan van frituur op het parkeerterrein, mag het alsjeblieft McDonald's zijn. Maar het is kerstmis gevallen. Hey, kerstmis gevallen stellen. Kerstmis gevallen. Hey, kerstmis van gezellig.